YouTubers in Nederland, België en onze overzeese gebiedsdelen waar ze Nederlands spreken. We gaan in op een merkwaardig persoon, maar er zijn er veel van in Nederland. En dat is, wie is Tom Toet nu? Alias Dr. Antonius F.W. Morsot. En wel op zijn wetenschappelijke loopbaan. Hij is op, lang geleden, is op zijn derde baan kwam hij op een laboratorium terecht. En daar werd hij in een kamer geplaatst om onderzoek te doen met de universele microspectrofotometer, die de hoeveelheid van de cel in één, de hoeveelheid rode bloedstof in één cel kon meten, op 1% nauwkeurig. Dat is nogal wat. Maar uiteindelijk is toch na 4 jaar is er broedschrift van gekomen en dat ziet u op de volgende print. En in dat proefschrift, daar staat een hele hoop in, daar komen we nogal op. En op het einde van zijn loopbaan, hij heeft natuurlijk colleges en praktica gegeven, en hij mocht van de laboratoriumleiding 1 orgaanstelsel, mocht hij gaan behandelen aan studenten, en dat was, geloof toch niet, het mannelijk genitaal. En daar was hij erg blij mee. En dat uiteindelijk heeft zijn hele academische leven is geëindigd in het schrijven van een groot nummer 1 nummer van de tijdschrift. Maar nu eerst even, wat is er allemaal gebeurd? En hij heeft zich in, qua werk heeft hij zich bezig gehouden met waar hij erg veel moeite mee had. In die eind jaren 90 was met de positie van de man in de maatschappij. Die was sinds Yvonne Cronenberg met 6 boeken de man heeft neergezet. Als het zit voor de televisie en het zapt. En de man werd neergezet als een viezerik en een sul. En toen bedacht hij zich van ja, is hij wel een viezerik? En zo is hij gekomen op het feit van de prostaat. De prostaat, wat hij noemde de prostaat micro-obstipatie. En dat is nog een behoorlijk onbekend iets, want als je dan niemand vraagt, niemand weet het. Maar u weet wel, je kunt obstipatie hebben in darm met darm en urine, dat is verschrikkelijk. Maar ook de prostaat, die kan te veel vloeistof vormen. En dan krijg je, dan zie je het niet, maar dan heb je wel een obstipatie, omdat het op microniveau is, is het micro-obstipatie. En dat de prostaat zelf is heel bekend onder mannen en vrouwen. En dat is natuurlijk door de prostaatkanker. En wanneer u in dat papiertje bekijkt, die gele print die u ziet, dan blijkt dus dat de prostaat, je hebt enerzijds heb je slijmkliertjes en wanneer die toenemen, dan krijg je de goedaardige prostaathypertrofie. En wanneer het aan de rand, daar heb je de prostaatcarcinoma. Enfin, dat is dan verder dat is het, die kan eindeloos groeien en dat is het grote gevaar van het prostaatcarcinoom en het grote gevaar van vele sterven eraan. Ik heb een gedicht gemaakt over die grote ellende voor de man en dat gedicht dat heet The Prostate, Invisible Snake, Wrapped Around the Urethra, Your Fluid, A Pioneer from the Sperm Rat Race, 80% of the Divine Fluid is yours, Your continuous discretion ensures invisible overfilling. Micro-obstipation that supplies maddening, burning horniness. After a life filled with wild sex, you punish me with cancer and death. Ik hoop dat jullie dit gedicht liken, om maar even in goed Nederlands te spreken. Verder zien we nog wel andere prenten erbij. Die moet u maar even de videofilmpje voor neerzetten. Voor op pauze zetten. En dat dan wat uitgebreider lezen op een groot scherm. Dat was één ding.
Het is dus wel zo dat door die overvulling na het liggen, het liggen gaat gepaard met een enorm genotsgevoel. En dat is hetgene waardoor de man voortdurend, of, en het mannelijk dier, hè, niet alleen de man, gemotiveerd wordt om door te gaan. En vooral bij dieren is dat bekend onder het brullende hert en de Krolse kater. En dus ik hoop dat u wat, dankzij dit verhaal wat meer begrip krijgt voor een man die avances maakt. En, maar verder zijn nog meer interessante dingen op het gebied van die celbiologie. En dat is bijvoorbeeld, dat heb ik ook met die UMSP uitgevonden. Dat is dat wanneer je aan ratten dus cadmium, lichaamsvreemde stof, geeft, dan blijkt, wanneer ze dan losmaakt, dan blijkt dat ze 2 keer zoveel eiwit bevatten dan de dieren die zout alleen maar gekregen hebben. En die eiwitten, dat is een eerste algemeen verdedigingsmechanisme die die cadmium opneemt, maar ook allerlei andere stoffen. En heel bekend is ook het sporthart, want dan krijg je wel, is het geen lichaamsvreemde stof, maar een eigen stof, maar in grote hoeveelheden is die ook toxisch, en dat is melkzuur. En wanneer een hartcel 2 keer zo groot wordt, en dat gebeurt in het hele hart, dan heb je het bekende sporthart, en je hoeft koelken maar in te toetsen op sporthart. En ja, je weet niet wat je ziet, het is gewoon een concrete werkelijkheid, nu ook in 2018. En daarom is het zo jammer dat die Abdel, die Marokkaanse topvoetballer, niet eens duidelijk voor het blok gezet is, wat wil je? Of een topvoetballer worden met risico, of geen topvoetballer, en wat meer in leven blijven. Enfin, dat wil ik nog wel even opmerken. Dan een ander ding wat ik wil opmerken, is dat als je een rat een 1,5 jaar een hele geringe dosis cadmium geeft, wat overeenkomt met alle kleine beetjes stoffen die niet kloppen bij elkaar voor een mens, dan begint hij met de achterpoten te slepen. En als er dan een elektronenmicroscopische foto gemaakt, waarvan je hier een schematische weergave ziet, dan kun je eigenlijk zien dat de myelineschevers, heet dat, dat is eigenlijk het rubbertje rondom het koperen draadje wat elektriciteit doorgeeft, dat die verdwenen is naar cadmium. En dat verklaart dus dat slepen, of enfin, het komt erop neer, de bedrading is stuk. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor die rat, maar het proefdier is van 90%, geeft een uitslag hoe het in elkaar zit, ook voor de mens, van 90%. Als je ouder wordt, je laat alles vallen en je struikelt zelf, en dan wordt het ergens aan verweten, maar gewoon de bedrading een stuk, je zal ermee moeten leven. En wat we dan nog meer, een volgende, toch een belangrijk punt vinden, is de, gaan we even terug naar de rode bloedcel uit het grijze verleden. En die rode bloedcel, ik heb dus proefschrift opgestuurd naar de grote Bessie in Frankrijk. En de boze schoolmoeder zei nog, ach, die gooit dat toch in de prullenbak. Maar in tegendeel, ik werd uitgenodigd voor een lezing. En Bessie zag wat in me. En waar komt dat eigenlijk op neer? U leest het hier al, naissance, vier mort, de globule rouge. U ziet er meteen ook eentje. En dat is het ging vooral om de dood van de rode bloedcellen. Je hebt maar liefst 2,5 liter rode bloedcel. Als je bloed afdraait, is de helft rode bloedcel. En de andere helft is serum. Dus er zijn waanzinnig veel rode bloedcellen. En die moeten allemaal een keer doodgaan. Die worden over het algemeen 120 dagen. En ik heb dus ook in mijn proefschrift een hoofdstuk staan over de individuele leeftijd van de rode bloedcel. En ja, die, waar ik dus dan in dit verband melding van wil maken, is dat als die oude bloedcellen niet weggenomen worden,
dan krijg je een zeer slechte zuurstofvoorziening. Dus ik maak de associatie met de vermoeidheidssyndroom. Als die mensen, als bij die mensen de oude bloedcellen niet weggenomen worden, ja, dan worden ze heel vermoeid. Dus het zou dus kunnen zijn dat ze een bloedtransfusie moeten hebben. Maar als je Google inzoekt waar, waar ze nu mee behandeld worden, dan zijn het alleen maar psychologen, zelfs in 2018. Ja, dan wordt het nog wel eens tijd voor verandering. En als mijn hypothese juist is, en vermoeidheidssyndromen, dan een beetje de wereld uit zijn, dan denk ik niet dat ik daar de eer van krijg. Dat wordt heel geraffineerd, word ik een beetje weggestopt, en er zijn anderen die er meer strijken. En daarmee wil ik maar zeggen dat ik kijk wel om in wrok met zoals het allemaal gaat in het leven. En behalve dat word ik ook nog, krijg ook nog voortdurend in mijn hoofd geslingerd dat ik vrouwenvriendelijk ben. En ik ben vrouwkritisch, zo noem ik het zelf. En de waarheid is niet leuk om te horen, ook voor mezelf niet. En er zijn ook een paar prenten van. En wanneer u de prent ziet van koningin Astrid, dan is het wel duidelijk dat ik toch wel heel goed weet wat een mooie vrouw is. En dan wou ik op het eind toch nog even opmerken dat ik voortdurend praat over boeken 1, 2, 3 en 4. Die heb ik dus geschreven. En die boeken die gaan dus over wat verschillende onderwerpen. Maar YouTube-video's, dat is net als de boeken, dat zijn ook juridische eigendommen van mij, maar ook van de uitgeverij Aspect. Als men er nog eens wat meer zou willen doen met die YouTube-verhalen. En verder is het zo dat als ik alle 10 een update gegeven heb, dan ga ik gewoon weer verder achter de blogs, waar ik er al 150 van heb, maar dan wel achter de betaalmuur. En dan hoop ik wel dat u mij komt opzoeken achter de betaalmuur.